Hoe ver gaat Nederland om Saoedi-Arabië te vriend te houden? They would know that if they want to do business with this gentleman, they're going to have to pay bribes. Bouwbedrijf Ballas Nedam zou jarenlang smeergeld hebben betaald aan Saoedische overheidsfunctionarissen. Dan heb je kans dat Ballas Nedam voor het hekje moet verschijnen. Het onderzoek naar de corruptie kwam nooit naar buiten. Machtige besluitnemers in Saoedi-Arabië, dat zijn allemaal ooms van. Nederland en Saoedi-Arabië. Vanavond bij Human in 2 Doc.